Wat ik ontzettend interessant vind aan informatie is dat je staat er nooit echt bij stil, maar het is overal en het is ontzettend belangrijk. Ik heb het bijvoorbeeld zelf als ik een speelfilm aan het schrijven ben, dan heb je echt een miljoen ideeën en die schrijf ik ook altijd allemaal op. En het grootste deel van die ideeën is natuurlijk hartstikke slecht, maar er zitten altijd een aantal hele goede ideeën tussen. Nou, hoe vind je nou die goede ideeën in die hele berg van informatie als je ze nodig hebt? Maar ook als je stilstaat bij Facebook, Google, Twitter. Dat zijn gigantisch grote bedrijven, maar die doen eigenlijk maar één ding. En dat is informatie structureren. En ook, je ziet het ook telkens meer in media, internet, radio, tv, nieuws. Dat gaat ook allemaal over informatie. Zelfs bij de politie, over de recherche. Dat gaat telkens meer over hoe ze slimmer om kunnen gaan met informatie. Bijvoorbeeld het tegengaan van fraude op het internet, die cybercrime. Dat gaat ook over hoe kunnen ze, als ze dat tegen willen gaan, beter omgaan met informatie. En natuurlijk gewoon alle apps op je telefoon, op je computer. Echt, informatie is overal. Dus ik denk dat we in de toekomst telkens meer behoefte gaan krijgen aan mensen die echt goed zijn in het omgaan en het structureren van informatie. Ik heb er nu echt al behoefte aan.